Donderdag opende Eline de Munck de deuren van de nieuwe pop-up store van Odette Lunet, haar eigen brillenmerk. Wij gingen samen met heel wat bekende Vlamingen langs op de openingsavond. Hilde, we staan hier weer op een prachtige locatie van Eline. Wat voor een gevoel geeft dat hier vanavond voor jou? Oh, ik vind het heerlijk. Ik ben al van dag 1 fan van Eline haar brillen. Ik vind ze echt super mooi en ik vind het ook een hele straffe onderneemster. Ik vind, deze jaar is toch, ik ben hier altijd, ben echt fan. Maar deze jaar is een beetje speciaal omdat ik toch vind dat ik de enige ben die echt een Eline de Munck op haar neus gehad heeft. Het was natuurlijk in de battle zeker, hè, van de boxingstars. Ja, maar ik ben heel blij dat het terug helemaal wereldvrede is. En ik ben heel blij dat we nu weer eenmaal lief kunnen zijn tegen elkaar. En ik ben weer vol bewondering van haar collectie. Supermooi. We zien op jouw hoofd een bril van Eline. Altijd. Altijd. Je zult mij nooit zien met een andere zonnebril. Zij durft, zij heeft karakter. Ja, ze zijn mooi, sowieso. Ze zijn fantastisch. Ze zijn goed. Ze zijn... Ik ben fan. Ik vind haar aanpak ook geweldig. Ze is een hele slimme en een goede onderneemster. En een heel creatief brillendesigner. Hilde, we hebben jou in heel veel series gezien. En nog een aantal series. Je hebt al heel wat gedaan. Vertel ons wat meer. Wat zijn de toekomstplannen van Hilde zelf nu? Van alles. Ik heb nu in Nederland een film gedraaid. Vechtmeisje. Ik weet niet wanneer dat die er uiteindelijk aan zit te komen. Ik ben met heel veel plannen bezig die in de zomer gaan uitkomen. Er zit een nieuwe reeks aan te komen. Ik ben nu een Catnet-reeks aan het draaien ook. Maar ik ben mezelf ook een beetje aan het... Ik word volgende week 40. Dus, mooie leeftijd. Ja, zalig. Dus het leven begint. Het is heel fijn. Ik kan hier met al mijn hobby's en al mijn kinderen en in mijn werk. Dus dat is heel fijn. We hadden een story gelezen dat je van je kinderen miste toen dat je zoveel te doen had eigenlijk. Ja, maar ik denk dat ik nu met de jaren een klein beetje een meer evenwicht gevonden heb in... Hoeveel werk ik en hoeveel werk ik ook thuis. En dat de projecten niet te veel niet meer moeten overlappen met elkaar. Dat ik dus eigenlijk het ene doe en dan mij thuis een beetje bezighouden. Ik geef ook yogales en ik beschilder en ik van alles. Maar dat kan allemaal bij mij thuis, snap je? Dus dan probeer ik daar een beetje een evenwicht in te vinden. En daar sla ik alsmaar meer in. En dat vind ik eigenlijk een schone balans voor mezelf. Ja.